zeggen. Niks vergeten met Tia. We beginnen. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer wat superleuks voor jullie. Voor mezelf ook. Gewoon voor iedereen. En ik dacht, weet je, ik ga weer een video opnemen. Het gaat dit keer over een unboxing van mijn Body & Fit bestelling. Hashtag Fit Girl. Die doos is heel zwaar. Je wordt automatisch een fit girl als je bij Body & Fit bestelt. Een aantal dingetjes wat ik eerst wil zeggen voordat we deze video beginnen. Dank jullie wel voor het bestellen met de code MATIA10. Vorige maand zijn we begonnen met als officiële, unofficiële Body & Fit atleet. Ik ben de samenwerking aangegaan met Body & Fit. Zij wil even kijken of de gamers inderdaad zo fit zijn als dat ik beweer. En ik wil jullie bedanken, want er is echt massaal met Mattia 10 besteld. En nou, dat is echt boven mijn verwachtingen, boven Body & Fit verwachtingen. Dus de code is, ja, we hadden de challenge om het 3 maanden vol te houden. 3 maanden trial om te kijken, hey, is het echt zo fit als Mattia allemaal zegt? Die gamers in Nederland en België en Luxemburg. Nou, 1 ding is zeker, ja, ze zijn fit. Want Body & Fit was zo enthousiast over de eerste maand, dat ze zeiden als de tweede maand nog zo'n knalmaand is, dan gaan we het gewoon doen. En dan hebben we permanent de kortingscode met Mattia 10. Dus dat zou super, super leuk zijn. Ik zou dat echt heel graag willen. Dus bestel vooral met de code Mattia 10. Nog even laten zien dat er nog meer gamers zijn die inderdaad caren om hun gezondheid, om hun levensstijl. En dat je ook supplementen neemt bij het sporten, dat is de normaalste zaak van de wereld. En als je dan toch supplementen neemt, waarom dan niet je girl supporten en die code Mattia 10 gebruiken, waarbij je zelf ook gewoon 10% korting krijgt op alles. En om jullie wat inspiratie te geven, heb ik natuurlijk zelf weer van alles besteld. Mijn supplementen waren weer op. Echt, ik leef op die dingen, want het is gewoon lekker en ik ga het jullie allemaal vertellen. Dus laten we beginnen met deze unboxing. Ik weet niet van alles de prijs uit mijn hoofd, dus dat zal ik alle... Ik zal linkjes naar alle producten in mijn beschrijving zetten. En die linkjes zijn meteen affiliate linkjes. Dus naast dat je mij support, nou ja, ik krijg daar niks voor. Maar voor, als je Mattia 10 gebruikt, dan weet Body & Fit, hey, die komt van Mattia af. Maar als je ook nog mijn link gebruikt, dan gaat er echt een deel van dat bedrag ook nog naar mij. Dus daar support je me dubbel mee. Snap je wat ik bedoel? Dus die linkjes staan in mijn beschrijving. Mocht je iets willen bestellen, ga via die linkjes. Dan support je je girl. Dan ben je echt mega super dankbaar. Dus ja, wil je meer weten over de producten die ik zojuist noem? Check dan de linkjes. Daar staat alle informatie rechtstreeks naar het juiste product. Soms kan de smaak, dat moet je dan zelf even kiezen. Maar als je precies hetzelfde wil als ik. Maar er zijn heel vaak heel veel smaken van alles. Laten we beginnen. Ik heb weer een nieuwe bidon besteld. Ik heb deze ook in het roze. Ik vind deze echt super chill. Ik heb hem altijd op mijn bureau staan. Als ik aan het gamen ben, altijd een fles gevuld. Ik drink hem echt instant leeg, vooral met dit warme weer. Nou, instant is niet waar. Maar iedere keer als ik dood ga in game, of ik heb even een rustmoment in game, even een slokje. Daardoor drink ik echt veel meer dan dat ik normaal zou doen. Bij een glas heb je toch minder dan zo'n bidon. Zo'n bidon kun je omgooien, wat bij mij echt super vaak gebeurt. Dus ik ben echt, voor gamen ben ik echt blij met deze bidon. Hij lekt ook helemaal niet. Nog nooit problemen mee gehad. En in de sportschool vind ik het ook super chill. Ik heb geen BCA's besteld dit keer. Maar ik doe gewoon een schepje BCA's of mijn pre-workout erin. En water erbij, schudden. Hoef je helemaal geen shaker voor te hebben. Want dat lost super snel op. BCA's en pre-workout tenminste. En dan ja, gebruik deze in de sportschool ook. Want ik gooi zo vaak mijn shakebekers om. En die lekken eerder dan dat deze doen. Dus ik ben heel enthousiast over deze. Dus ik heb er ook een in het blauw besteld. Mega chill. Echt een aanrader. Dan laten we beginnen met de eiwitten. Ik heb een hele grote. Vorig jaar had ik ook al zo'n grote pot. Toen had ik peanut butter. Overal vond ik die smaak wel lekker. Maar ik had dus zo'n grote pot. En ik dacht, die ga ik nooit opkrijgen. Ik ben denk ik op 3/4 van de pot. Dus er zit denk ik nog zo'n laagje in. Maar ik vind het leuk om een beetje af te wisselen. Want ik doe 's avonds altijd door mijn kwark een schep eiwitpoeder. 's Ochtends door de havermout.
En als je de hele dag door peanut butter in je, dan komt hij je neus uit. Dus ik dacht, ik haal een ander smaakje. Dit is een best een neutrale smaak eigenlijk. En heel lekker. Deze ken ik van de sportschool. Deze hebben wij in de sportschool in Culemborg ook. En dit is cookie and cream flavor. Is een soort Oreo smaak. En deze is echt super lekker. Niet super sterk. Dus niet te machtig of zo. En deze leek mij heel lekker gewoon. Weet je, ja. Dus ik doe het 's ochtends door de havermout. Ik doe het na het sporten door de shake. Eiwitshake maak ik dan. Met kokosmelk. En dan deze of een andere smaak. Ik heb trouwens nog zo'n kleine zak staan. Die is bijna leeg. En dan nog door mijn kwark. Dus ik heb sowieso minstens 3 scoops per dag. En vaak train ik met iemand samen. Of eet ik met iemand samen. En dan heb ik nog extra. Dus deze gaan echt super snel bij mij altijd. Als je echt consistent iedere dag 3 scoops neemt. Dan ben je na een maand is die leeg. Niemand doet dat. Ik ook niet. Ik sla wel eens dagen over. Ik sla wel eens dagen dat ik... dat ik 's avonds geen zin in heb in kwark. Of geen 's ochtends geen zin in havermout. Dus dit is echt, als je iedere dag consistent die 3 scheppen neemt. Dan heb je een maand hier genoeg aan en is die leeg. Dus vandaar dat ik iedere keer zo'n grote pot bestel. Want ik eet nogal veel eiwitten. Dan gaan we door. We hebben nog meer. Oh, dat is trouwens de Whey Perfection. Dat is die ik altijd neem. Die korrelt niet. Dus als je hem drinkt of mixt ergens doorheen. Heb je niet zo'n zandstructuur. Dus ja, ik vind Whey Perfection gewoon lekker, normaal, goed oplosbaar. Je hebt het helemaal niet in de gaten dat je eiwitten aan het eten bent. Dus super chill. Dan heb ik 2 kleinere zakjes. Dit zijn eigenlijk een beetje smaakzakken. Ik heb Choco Coco Bounty. Choco Coco Bounty. Ja, chocolade, kokosnoot. Bounty smaak. Ja, dit lijkt me super lekker. Deze had ik gewoon gehaald om een beetje variatie in mijn dag te krijgen. Dus niet ieder wat ik zei van die peanut butter. Dat je de hele dag peanut butter smaak aan het eten bent. Dacht ik, weet je, ik mag mezelf ook trakteren met een beetje chocoladesmaak. Dus deze, heel erg benieuwd hierna. Volgende maand neem ik gewoon weer een nieuwe video op waar ik een unboxing doe. En dan ga ik ook deze even reviewen voor jullie. Dus dan, maar ik durf mijn hand in het vuur te steken dat deze lekker is. En ik heb dus helemaal geen fruitsmaakjes en zo. Ik hou zelf heel erg van banaan en aardbeien en zo. Maar ik merk gewoon als ik dat... Weet je, daar heb ik niet iedere dag zin in. Dus ik dacht, ik neem een kleinere zak. Dit is trouwens 750 gram. Dus 26 servings. Berry Blast heet die. Als je hem bestelt, heet die bosvruchten. Geloof ik. Dit is gewoon een beetje een zoeter smaakje. Ik dacht als ik een keer, weet je, vooral door mijn kwark vind ik het lekker om wat zoeter te hebben. Want ik doe ook heel vaak gewoon berries erdoorheen. Zwarte bessen of frambozen of aardbeien. Dus deze is eigenlijk voor mijn kwark 's avonds. En daar had ik heel veel zin in. Dus die heb ik gewoon ook besteld. Dus dat zijn alle eiwitpoeders. Gewoon losse poeders. En zijn allemaal Whey Perfection. Die heb ik uit ervaring vind ik die het chillst. Die was de vorige keer zo goed bevallen. De Perfection Bar Crunchy Chocolate Coconut Flavor. Deze zijn echt lekker. Ik zeg het ook iedere keer als mensen op stream vragen welke repen moet ik nemen. Deze. Deze zijn zo lekker. Het smaakt gewoon beter dan een Mars. Nou, ik wil niet zeggen dat ze beter smaken dan een Snicker. Want een Snicker is heel lekker. Of een Kinder Bueno of zo. Maar Mars... Deze is beter dan een Mars, ik zweer het. Echt, als je hem nog nooit geprobeerd hebt, probeer het eens. Ik hoor ook van heel veel mensen dat karamel lekker is. Maar ja, toen had ik deze bestelling al geplaatst. Dus die ga ik volgende keer proberen. Maar goed, de Perfection Bar Crunchy, die moet je nemen. En ze hebben heel veel smaken. Maar deze is echt heel lekker. Probeer eens gewoon als een snack. Want mensen zeggen, ja, wanneer moet je die dan nemen? Tussendoor. Dus ik heb ontbijt, havermout. Dan tussendoor neem je fruit of zo. Tussen lunch... En dan, oh, maar je kan ook een reep nemen. Nou vind ik dat tussendoor 's ochtends nog misschien niet zo lekker. Maar ja, tussen de lunch en avondeten kun je wel weer iets nemen wat gewoon goed is. Dus niet meteen een zak chips met die ja. Dan kun je zo'n reep nemen. En dat is perfect. Je kunt het ook zeggen dat je in plaats van een shake neemt na het sporten. Als je niet zo van de shakes bent. Deze kun je ook na het sporten nemen. Er zit keiveel eiwit in.
En ja, hoeveel eiwit zit er per reep? Ik kan het wel even opzoeken. Per bar zit er 20 eiwit in. 20. Dat is niet veel. 20 gram eiwit. Dat is wel veel. Dus ja, super toch? Dus deze. En daar heb ik. Die vind ik zo lekker. Dus heb ik er 2 van besteld. Yay! En dan als laatste. Omdat ik weer vaker 's avonds probeer rust te nemen. En niet de hele dag door te werken. Denk ik. Ga ik op de bank zitten. En als ik op de bank zit. En Netflix kijk. Of iets op tv. Temptation Island Vips of zo. Dan moet ik chips hebben. Ik heb gewoon dat zout. Dat moet ik hebben. Dus ik heb ook chips besteld. Protein chips. Ik heb hem al opengemaakt, deze doos. Dit is de sour cream and onion flavor protein chips. En ja, zitten er 8 in. En ik ga ervan uit dat ik niet meer. Ja, 1 zakje per avond kan wel, toch? Of misschien een halve. Ik vind het in ieder geval heel grappig dat het in zo'n grote doos zit. Er zitten 8 zakjes in. Ik heb geen idee hoe het smaakt. Ik hoop dat het net zo lekker is als gewone chips. Want dit is een stuk beter. En dan kom ik toch weer aan mijn eiwit goal per dag. Dus ja, dat was eigenlijk wat ik besteld had. Je krijgt altijd de verrassing van Body & Fit, hè. Dus ze hebben er nog een Perfection Bar Crunchy in gedaan. Raspberry White Chocolate Flavor. Heel benieuwd daar. En de Special Series. Body & Fit, die is met goud. Ziet er nu al mooi uit. Het is een smaak vanille. Dus dat is een simpel smaakje. En dat is alles wat ik besteld had dit keer. Nogmaals, heel erg bedankt voor alle support in juni. En ik hoop dat we jullie nog even wat door kunnen knallen. We hebben nu allemaal vakantie. We kunnen aan onszelf werken. En we kunnen gewoon een beetje opletten tussen het barbecuen en het feesten door en alle festivals. Kunnen we gewoon best een beetje opletten en gezond leven. Daar is helemaal niks verkeerd aan. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar die website. Bestel je favoriete repen. Verwen jezelf. En ja, laten we jullie weer knallen. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Vergeet geen duim omhoog te doen. Want een middelvinger is zo agressief. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er gaan veel meer fitnessvideo's komen. Mocht je dat willen. Laat me nog wat leuks weten in de reacties. En ik zie jullie de volgende video. Doei! Mag ik aan jullie voorstellen de Yobi Gorillapod Rick. Gorillapods bestaan al 10 jaar, iedereen kent ze wel. Topvlogger Casey Neistat maakte de Gorillapod bekend onder vloggers. Een rig is een videostatief die je goed stabiel kunt houden. Je kunt bijvoorbeeld 1 van de 3 pootjes op je schouder leggen en de andere 2 als handvat gebruiken tijdens het filmen. Hij is geschikt voor alle camera's en hij kan zelfs tot 5 kilo dragen, dus echt stevig. Je kunt hem makkelijk neerzetten, ergens omheen buigen of als selfie stick gebruiken. Er is ook een Yobi Gorillapod Mobile Rig. Hiermee kun je op diezelfde manier filmen, maar dan met een smartphone. Ik ben zelf erg groot fan van de Yobi Gorillapod Rig. Ik gebruik hem zelf tijdens het streamen om mijn webcam op te plaatsen. En natuurlijk voor het vloggen. Daarom ben ik deze samenwerking met Yobi ook aangegaan. Mocht je meer willen weten, klik dan op de link in de beschrijving.